Welkom bij deze video van herstelrepen, de zogenaamde recovery bars. Ik heb zojuist gefietst, 109 kilometer, door de heuvels. En ik ben redelijk moe en ik had al bijna een snee brood gemaakt, maar ik wilde eigenlijk alle herstelrepen gaan testen. Dus dat ga ik nu doen. Ik heb er vier. Sis, bekend merk natuurlijk, met hun protein Rejo bar. Dextro Energy ken je natuurlijk, maar misschien niet van de herstelbar. Protein Crisp herstelbar. De Isostar, ook een bekend merk natuurlijk. Met de High Protein 25. Deze is 30. Ik ga in berichten de verschillen precies opschrijven voor je, zodat je weet wat het is. En deze hier heb ik eigenlijk meest trekken. En dat is de Pep Natural Energy bar. Dus die ga ik testen in het bericht. En mocht je het zien in YouTube, ik zal de link eronder zetten met het testen van nog meer herstelrepen.